Milde straffen voor de klanten van Kimberly, de 16-jarige prostituee in de geruchtmakende Valkenburgse zedenzaak. Vandaag kregen de eerste 12 mannen hun straf te horen. Zelfs straffen van een paar maanden. Sommigen moeten een dag zitten en weer anderen kregen een taakstraf. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman licht toe. De rechtbank heeft gezegd, het staat wel vast dat ze allemaal seks hebben gehad met een meisje van 16. En dat is natuurlijk strafbaar. Maar zegt de rechtbank, voor de rechtbank staat vast dat zij niet bewust op zoek zijn geweest naar een minderjarig meisje. Wat ze verweten kan worden is dat ze onvoldoende onderzoek hebben gepleegd naar haar leeftijd. Dat hadden ze moeten doen, dat was hun plicht. Maar ze hebben allemaal gereageerd op een advertentie van een meisje van 18 jaar of ouder dat zich aanbood voor seks. Volgende week zijn er uitspraken in nog weer een andere groep. Maar ik denk dat die mannen inmiddels wat rustiger slapen nu ze de uitspraak hebben gezien in de eerste groep. Ja, omdat het toch in de meeste gevallen een stuk lichter is dan wat het Openbaar Ministerie eiste.